Grappies en grappinnen, vandaag zijn wij met de laatkomers bij The Weakest Friend. Heren, welkom bij The Weakest Friend. De ultieme spelshow die jullie vriendschap zal testen. Ik ga jullie straks 2 minuten lang per ronde vragen stellen. En dan is het aan jullie om zo snel mogelijk de vragen te beantwoorden. Elke vraag zal gaan over iemand die hier is. En zo zal jullie vriendschap dus echt getest worden. Heeft iemand het goed, dan roep je bank om de punten te verzamelen. Maar weet je geen bank te zeggen, dan verzamelen we de punten uiteraard niet. Wordt er een goed antwoord gegeven, krijg je 10 euro voor elk antwoord dat daarna weer goed is, worden de euro's verdubbeld. Weet je het antwoord niet, dan kan je skip roepen, maar dit kan maar 3 keer per ronde. Na elke ronde krijgen jullie de punten te horen en mogen jullie bepalen wie wordt weggestemd door hun naam op te schrijven op jullie bordjes. Heren, is het duidelijk? Duidelijk, loud en clear. We zijn ready. Super. Dit is The Weakest Friend. Heren, welkom bij The Weakest Friend. Dankjewel. Yes, sir. Welkom. Yes, sir. Dankjewel, welkom. Jij welkom bij Laatkomers. Ja, yes. Jij welkom. Dankjewel. Voor je nieuwe baan. Dankjewel. Wie denken jullie dat The Weakest Friend is? Chatman. Denk Dennis. Dennis. Ik denk ook echt Dennis. Ik denk Dennis, man. Oké, okay. Okay. Dennis, man. Ik denk Mark. Wie is Mark? Mark van Lua. Ik hoor Dennis, ik hoor Chadmo. Waarom Chadmo? Ja, waarom ik hem? Ik weet het. Gewoon gevoel. Ik heb best wel veel... Ik heb een beetje geloof. Nee, maar ik heb het gevoel. Hij is een data-analyst. Ja, ik voor deze video heeft hij research gedaan. Ja. En waarom Dennis? Dennis is gewoon Dennis. Hij is geesten. Dennis de mens. Dennis is laatkomer. Ja, hij is laatkomer. Oh, dus Dennis is als laatste in de groep gekomen. Ja. Ja, ja, ja. Dus daarom gaat hij de eerste ronde eruit, denken jullie? Precies. Ja, dat denken wij wel. Heren. We zijn ready, man. Jullie zijn ready? Zeker. Linkerkant, jullie zijn ready. Sowieso. Rechterkant, jullie zijn ready. Zeker. Dan gaan we beginnen met de eerste ronde. Dennis, we beginnen aan jouw kant. Koude zielig. Ben je ready? Je ziet er zenuwachtig uit. Wacht, kijk niet, man. Ga je er nou zeggen over wie het gaat? Ja, ja. Kapot, heel nou, je gaat het horen in de vraag, ja. Oké, ik ben ready. Ja? Ik ben ready. Dennis, hoe ver komt Chavante met de Voice Kids? Finale. Fout. Chadmo, wat is Ilias Vito zijn favoriete gerecht? Pasta. Fout. John, hoeveel broers en zussen heeft Chadmo? 2, 3 in totaal. Ja, maar hoeveel broers is... Oh, 2 broertjes, 1 zus. Goed. Bank! Chavante, heeft kleine John ooit iets gebroken? Ja. Fout. Chavante, wat is Dennis zijn favoriete positie in het veld? Middenveld. Ja, ja, goed. Ilias, wat is Chavante's afkomst? Surinaams, Antilliaans. Ja. Bank. Dennis, hoe lang is Ilias Vito? In meters. 1,92 meter. Oeh, net fout. Chadmo, heeft kleine John huisdier gehad? Nee. Goed, Bank. John, naar welk land zou Dennis echt graag heen willen? Cameroen. Fout. Chadmon, wanneer is Chavante jarig? Skip. Chavante, welke opleiding deed Ilias Vito? Marketing. Goed, Ilias, naar welke YouTuber kijkt Chadmo echt op? Enzo Knol. Fout. Dennis, in welke maat heeft kleine John zijn rijbewijs gehad? Mili. Fout. Chadmo, wat is Dennis zijn lievelingskleur? Blauw. Fout. John, hoeveel broertjes en zusjes heeft Chavante? Eén zusje, 1 broer. Ja, goed. Chadmon, hoeveel talen spreekt Ilias Vito vloeiend? Vloeiend? Marokkaans, Nederlands, Engels. Nederlands, Engels. Goed. Chavante, wie is Chadmon's lievelingsartiest? Polo G. Ilias, hoe lang woont kleine John in Amersfoort? 5 jaar. Fout. Dennis! Ik geef je een simpele. Hoe lang ben jij? 1,79 meter. Goed. Chadmo, hoe oud is je vader toen hij John leerde kennen? 18. Fout. John, wat is Ilias Vito zijn lievelingsdier? Tijger. Fout. Chadmo, welke taal zou Chadmo graag willen leren? Japans. Fout. Chavante, wat is kleine John zijn grootste doel? En de tijd is om. Dat was ronde 1. Heren, applaus voor jezelf. En om heel eerlijk te zijn, verdienen jullie deze applaus voor jezelf, want het ging niet zo best. Ja. Hij was blij dat hij een paar donuts erbij had. Heb je 2 donuts gedeeld door 6 is? Dat is 3,33 euro.
Zie. Maar wat ging hier mis? Wat ging hier mis? Ik zeg eerlijk, ik had alles goed. Ik had eentje alles goed. Eentje fout. Ik had ook eentje fout. Ik had ook maar. Je hebt maar eentje fout omdat ik je een vraag niks fout heb gegeven. Ik had niks fout. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is echt disrespect. De weakest friends in deze ronde waren Dennis, Charbon en Mo. Jullie hebben 60 schamele euro's verzameld. Schandaal. Ik weet niet of jullie daar blij mee moeten zijn. Je komt van iets. John, Donny per persoon. Ilias en Shaf, jullie waren dus het sterkst. Chavante, jij had zelfs alle vragen goed. Hoe voelde dat? Is lijp. Lijp. Charbon, je zat tussen de zwakste, maar je hebt wel geld verzameld voor het team. Kijk, als we kijken naar de zwakste, zat ik top 3 eigenlijk, top 4. Ik sta op de vierde plek. Ik ben sowieso niet vijfde of zesde, dus ik denk wel dat ik het gewoon klinisch heb afgerond. Duidelijke taal, dankjewel man. Dennis, jij zat ook tussen de zwakste. Van tevoren zeiden de mensen eigenlijk al van dat jij er waarschijnlijk als eerste uit gegooid zou worden. Hoe voelt je positie nu? Kijk, het ding is, ik had wel wat minder vragen goed, maar ik heb wel veel geld bespaard. Snap je? Er waren andere mensen zeiden geen bank en toen ging je geld verloren. Je hebt wel gelijk man, ik hoor je man. Ik heb er niet naar gekeken in de punten. John, waarom zouden ze jou er niet uit moeten gooien? Ja, ik denk dat ik een hele goede aanwinst ben voor het team. Omdat ik iedereen best wel goed ken. Terecht. Jij zegt, je geeft iedereen gelijk. Terecht. Kijk, weet je wat, Dennis hoeft zich sowieso geen zorgen te maken. Broer, overleven. Dit spel is overleven, boys. Iedereen te vriend houden. Oké, heren, jullie mogen nu een naam op jullie bordje schrijven. Wie moet eruit? Schrijf het eerst voor jezelf op. En we gaan ze straks allemaal tegelijkertijd omdraaien. Hey, deze guy niet man, zeg eerlijk, ik mag hem. Wie is de weakest friend van ronde 1? Oké, heren, alsjeblieft leg de pennen neer in 3, 2, 1. Heren, jullie mogen hem omdraaien in 3, 2, 1. Jullie zijn raar man, jullie zijn raar. Welke naam heeft hij? Zeg je eerlijk bro? Niemand is raar. Wat dan? Oh, daar staat mijn naam in. Is censuur bro, laatkomers. Sowieso lustig. Maar dan, niemand gaat onze weg stemmen. Ik zie Dennis, Mark Olua, Dennis om precies te zijn. Dennis. Donder. Of, wat zou staat op donderen, hoe kun je dat niet lezen bro? Dus ja, je schrijft niet zo mooi. Dan kan je niks sorry. Dennis. Sorry. Wat staat hier, wat staat er boven? Lokbo. 100 bro. Oh, 100 bro. Dat is een R bro, dat is een L. 100 bro. 100 bro. 100 bro. Dennis, en zo naar jou. Wat heb jij? Dennis, heb jij ook je eigen naam? Kijk, Chadmo. 5 stemmen voor Dennis, 1 stem voor Chadmo. En dat betekent helaas dat Chadmo eruit gaf. Dat betekent helaas dat Dennis... Hij zei bro, nee. Gezellig. Dat betekent helaas dat Dennis eruit moet. Wil je nog iets zeggen tegen je vrienden? Ze hadden eigenlijk al gesteld. Het is dictatuur, man. Het is dictatuur. Ja, nee. Ze hadden al gesteld dat het een beetje opbrengt zou worden. Ik kan misschien bij... Doe die Oula Way dansen. Misschien kan ik gaan. No, man. Nee, serieus. We gaan misschien naar Oula. Oké, dan niet. Oprotten met die camera. Dennis, je hebt je ding gedaan, maar je ding was niet genoeg. Ik dank je wel. Om het spel te laten. Wij gaan zo meteen met jou. Zo hoe die zegt het eigenlijk, live fast, die jong. Hij heeft heel snel geleefd. Ja. Heren, we gaan naar ronde 2. We beginnen met Chadmo. Chadmo, ben je klaar? Ja. Okay. Naar welk land is Chadmo zijn eerste transferdeal gelukt? Qatar. Goed. John, wie is de bekendste persoon in Chadmo's telefoon? Ronaldo. Fout. Hoe oud is Shai, Charbon? Shai? Ja. Shay. Hoe oud is Shay? Shay is 3 of zo. Chavante, wat is Ilias Vito zijn geboortedatum? 1999. Au. Oh. Geboortedatum. Ik heb de... Laat het geskipt. Oké, Vito, wanneer is Charbon jarig? 2 januari 2001. Helemaal goed! Bank. Chadmo, waar kan Kleine Jord echt niet tegen? Gerechtigheid. Dat ongerechtigheid. Als onrecht. In... Onrecht, ja. Oké, okay. Is goed. John, hoe oud is Dennis? 22. Goed. Charbon, hoe oud was Chavante toen hij vader werd? Even kijken. Hoe oud was hij? Hij was 19. Fout. Chavante, in welke stad is Ilias Vito geboren? Casa.
Iles Vito, op welke social media platform heeft Chadmo de meeste volgers? Op TikTok. Zeker waar. Chadmo, wat zou kleine John willen worden als hij iets anders moest doen? Profvoetballer. Zeker waar. John, wat is Chadmo zijn schoenmaat? 43. 42? Oeh. Fout. Chadmon, welk geluidseffect kan Chavante maken met zijn mond? Welk geluidseffect? Ja, auto, raceauto. Dankjewel. Chavante, wat is Ilias Vito zijn favoriete club in Nederland? Hey! Ik zei niks. Hij zei niks. Ajax. Nee. Ilias Vito, hoe lang woont Chadmon al in Nederland? 20 jaar. Nee. Chadmon, hoe lang is kleine John? 1,75 meter. Soldaat, ik hoef het. Maar nee. Je hebt het best met hem voor. Kleine John, in welke stad komt Chadmon? Heren, dat was ronde 2. Applaus voor jezelf. Ik heb wel veel boys. Ik heb wel veel bangs. Heren, ronde 2 is voorbij. Jullie hebben het iets slechter gedaan dan de eerste ronde. Jullie hebben namelijk 50 euro verzameld. Oh shit, man. Of jullie er trots op moeten zijn, dat weet ik niet. Nee, maar pijn. Pijn. Dat zou je zeker kunnen zeggen. Ja. De weakest friends deze ronde waren Chavante, Chadmon en kleine John. Waarvan Chavante zelfs alles fout had. Ja, klopt. Ja, vorige ronde ik had alles goed. Moet compenseren toch? Daarom. Chavante, ik denk dat dit het moment is om jezelf te bewijzen. Misschien wil je iets tegen ze zeggen. Ik, want je bent het allerzwakst. Klopt. Vertel. Zeg het gewoon. Ik had vorige ronde alles goed. Ik weet gewoon, Ilias. Alle vragen waren over Ilias, snap je? En bij mij ook alles over jou, weet je, wij zijn niet zo close, dat is wel fijn. Maar broer, we gaan het regelen volgende ronde. Is dit het? Is dit wat je ze gaat zeggen? Ja bro, geloof me. Oké, nou, ik hoop dat dat voor jou gaat lukken. De sterksten deze ronde waren Ilias Vito en Chadmo. Mag ik schrijven? Jij bent daar niet tussen, bro. Jawel bro. Nee. Nee, jij bent hier niet tussen. Chadmo en Ilias Vito waren sterk. Chadmo, hoe voelde dat voor jou? Want vorige ronde voelde je een beetje benadeeld. Ja, precies. Nee, ik ben heel blij hoe het is gelopen. Ik had gewoon echt letterlijk alles goed, behalve de laatste vraag qua lengte. Maar ja, ik heb het echt goed gedaan en ik ben trots op mezelf. En ik laat de jongens, gewoon praten. Ik vind het wel heel opvallend dat je hem 1,75 schat. Hoe lang ben je? 1,70. Echt? Ja man. Maar hij is 1,80. Dus hij is niet eens 1,70 volgens mij. Ik ben 1,70. Wat wil jij nou? 1,80 is volgens mij wat niet man, bro. Ik heb haar ID, alles bro. Bro? Met haar. Bro, ik zet er geld op dat jij geen 1,70 bent. Oké, hoeveel euro? Zonder schoen, hè? Ja, zeg maar hoeveel je bent. Zeg maar. Zeg maar. Oké. 50 euro. Hoeveel? 50 is goed. Ja? Ja, maar betalen. Oké, is goed. Bankoetje, die komt online op TikTok. Exclusief op laatkomers TikTok. Heren, dan is het nu tijd om te stemmen. Wie gaan jullie eruit stemmen? We weten allemaal wie het zwakst was, maar het is niet omdat hij alles fout heeft dat je per se, ja. Vorige ronde heb ik alles goed en niet vergeten. Zijn jullie klaar? Ja. Oké, heren, dan mogen jullie de bordjes laten zien in 3, 2, 1. Chadmo! Man, we moeten En je moet beseffen, ik had alles goed. Dus, ja, maar je moet ook nadenken. Ja, maar, misschien kan ik stil. Mag ik praten? Weet je waarom ik Chadmo eruit heb gestemd? Omdat hij data doet. Data is heel vies. Boven, net, vroeg hij ook mijn geboortedatum. Hij wist het niet. Hij zei 8 mei, wat 18 mei is. Dus ik vind het best wel vies. En ik weet dat hij 100% research heeft gedaan. Dan ben ik nog misschien een vriend, zeg maar. Tegen elkaar. Nee, ben geen goede vriend. Dat doe je alleen maar voor de shine. Kan hij misschien naaien. Ja, maar je moet ook wel euro's verzamelen. En dat kan ik doen met John. Hoeveel euro's heb ik verzameld voor jullie deze ronde? Maar boeit me niet weg. Het is goed dat je het voor mij doet. Dat boeit me niet weg. Weet je wat je zelf Chadmo, je mag nog even een... Even afsluiten. Ik zeg alleen, ik vond het echt super leuk om mee te doen. En ik vind dat het... niet gerechtig is gegaan. Het zit hem echt dwars, hè? Hey. Ja. Nee, Rafa. Echt gespeeld, bro. Hey, lekkere partij, man. Goed gespeeld, jongens. Het is wat hij al had voorspeld, zo gaat het toch wel. Gooi die dansie. Gooi Gally. Hey. Heren, weer applaus voor jezelf. Dank je, jongens. Dank je, jezelf. Heren, er is tactisch weggestemd. Ja. We zijn aangekomen bij ronde 3. We gaan beginnen met kleine John. Ben je ready? Let's go. Hoeveel broers en zussen heeft Dennis? Dennis heeft... 2. Fout. Chadmon, wat is Chavante's lievelingsmerk?
Zijn lievelingsmerk is Moncler. Goed. Chavante, welk drankje drinkt Ilias Vito het liefst? Poms. Fout. Best wel racist. Ilias Vito is Chadwick uit genomineerd voor een award. Ja. Hoeveel keer? Twee keer. Ja. Welke opleiding heeft Chadmo op het MBO gedaan? Dat is. Marketingcommunicatie. Nee. Wat was kleine John's eerste vakantiebestemming? Valencia. Goed. Wat was Ilias Vito's eerste virale video op TikTok? Skip. Ilias Vito, hoeveel diplomas heeft je van dit? Nul. Correct. Kleine John, wat is Dennis zijn lievelingsdrankje? Oasis. Fout. Charbon, wie is Chavante zijn lievelingsvoetballer? Sherendi Martina. Chavante, wat is Chadmon zijn schoenmaat? 42. Ja, klopt. Ilias Vito, welke groente vindt kleine John echt vies? Broccoli. Bank. Goed. John, wie heeft Charbon laten starten met TikTok? Charbon, Ilias. Ja. Hoe heet de YouTube-kanaal voor het veranderen naar Ilias Vito en Charbon? Ajax Puur. Chavante. Bank. Wat is kleine John's bestelling bij de McDonald's? Kim 9 menu. Nee. Vito, welke groente vindt. Voor welke club is Dennis? Ajax en Barcelona. Barcelona. Goed. Bank. Wat is Charbon zijn favoriete positie in het veld? Rechtsachter. Klopt. Hola boys, respect. Hey, respect. Hey. Respect. Hey. Big Mac menu bro. Kip 9 zijn jullie vaak. Ik ben dat gewoon zo. Heren, de derde ronde is voorbij. In de eerste ronde hebben jullie 60 euro weten te verzamelen. In de tweede ronde 50. En in de derde ronde weer 60. Met vier man hè? Euro. Het wil niet echt helemaal gaan, maar de sterkste speler deze ronde was Ilias Vito. Met 10 goed, daarna Eamon met 3. Kleine John, 2 en de zwakste speler 2 keer op een rij. Ik ben eerlijk, je doet expres hè? The weakest friend was Chavante. Ja, vroeg mij het over. 1 goed. Ja. De tweede ronde vragen. Op rij, the weakest friend, hoe voelt dat? Ik zeg eerlijk, deze game was van mij, ik heb dit betaald hè bro, dus maak je niet druk. Wat? Ja, maar hoe voelt het? Wat is dit nou voor hoe moet je voelen, bro? Wat is dit nou voor antwoord? Wat is dit nou voor rare antwoord? Ja. Bro, jij bent racist. Jij zegt gewoon Shireni Martin bij Bali, man, bro. Doe normaal. Bro, ik wou gewoon... Maar jij zegt Poms. Ja. Ah, ook racist. Maar broer, nee, maar kijk. Hij Poms elke dag ja, een nieuwe drinker. Ilie is Casablanca geboren, Poms. Ja, Blanca. Ja, oké. Hoe voel jij? Jij bent de tweede zwakste. Tweede zwakste, maar ik heb heel veel geld gestekt. Ik denk dat de 6 donnie is behaald omdat ik veel heb gebankt. Dus ik denk wel dat ik wat hij zegt? Ja, maar ik vind dat vieze gedrag. Hij profiteert veel. Ja. Dat is een vriend, hij profiteert helemaal. Dat wil ik goed zien. Ja. Ik lekker, oh lekker. Dus eigenlijk hoe ik jou hoor, zie je hem als de weakest man. Ja, ik weinig woorden zeggen veel woorden zeggen weinig. Ik Charbon. Oké. Oké, ja John. Ja, ik ben het helemaal niet mee eens wat hij zegt, maar ja, goed. Ja, maar dit zijn ook vrienden wel. Die je niet gunnen, ze zijn het nooit met je eens. Ja, je moet beter geen TikToks maken, dat bedoel ik. Jammer. Vito, jij was de sterkste vriend. Ben je ook de beste vriend in real life? Ik denk het wel, man. Het bewijst wel dat ik meer weet dan de rest, zeg maar. Dat ik ook meer geïnvesteerd ben in de rest. Dus ik denk van wel. Ja. Waarom ga je in die Baliman worden? Zo zeg je nog mooi. Maar goed, je hebt net tactisch gestemd. Heb je nu al een idee hoe je gaat stemmen? Ja. Ik heb dat precies op ik ga stemmen. Oké, heren, dan pak je bordjes erbij en schrijven maar. Ja, dat ik wel gaan. Hebben jullie een naam opgeschreven? Ja. Oké, dan mogen jullie hem omdraaien in 3, 2, 1. Het is... Wie heb jij? Ik had het niet gezien, bro. Kan jij het laten zien? Mij? Ik kom beter op jezelf stemmen. Ik spaar jezelf, dat is schandig hoor. Charbon. Oké, we hebben Nijlijke John, we hebben Kleine John, we hebben nog een keer Kleine John. Ja. En aan deze kant hebben we, wie heb jij? Charbon. Hij is fan. Heren, ik denk dat ik het antwoord wel kan weten, maar waarom Kleine John? Niks bijzonders, ik denk gewoon tactisch. Ik zeg je eerlijk, hij was gewoon een beetje te goed. Nee, kijk, ik ben niet zo'n viezerik. Ik kijk gewoon naar hoe een persoon is. Zoals Chatmo, data, dat is gewoon vies. Dat is gewoon een leuk spelshow, houdt gewoon leuk. Geen data en hij ook. Profiteuren, gewoon gatver. Hou ik niet van. Ja, sorry John, weet toch?
Ja. John, wil je nog iets zeggen tegen je vrienden? Je bent de weakest friend deze ronde. Shout out naar hem, man. Zij wat ik naar jou. Abonneer. Hey, Fano, dankjewel. Maar je wil een box, ik wil je wel een box geven. 100. Dat is sowieso een lobby, man. 100. Geef me gewoon, jou geef ik echt. Heren van de coalitie, jullie hebben de oppositie eruit gegooid. Zeker. Klopt. Maar wat is hier aan de hand? Ik heb het kijk, het is een vieze wereld en je moet weten hoe je moet spelen. Daarom moet je soms mensen vrienden maken om anderen daarmee te naaien. Het mooie is, vrienden zijn het voor altijd. Kijk. Ik Charbon. Zet het op een shirt. Oké, maar sinds het begin was het dus het plan om de andere kant Nee, kijk, Dennis wist sowieso niet veel, dus hij was sowieso de weakest friend daarin. Ja. Chatman daarentegen was wel, zeg maar, best wel veel. Alleen, kijk, je moet nadenken, misschien komt hij met je in de finale en weet hij meer dan jij. Pak die, gaat hij met die pot wel van mooi. Door. Hij zegt hier, dus dat is zijn mening. Mijn mening is dat hij gewoon een data-analyst is. Dus ja, dat is het gewoon. Heb jij ook een mening? Ik heb jou gezegd, ik heb dit al lang omgekocht, bro. Vanaf de Beninging. Hey, Beninging. Laten we gewoon lekker beginnen. Laten we gewoon beginnen. Ik heb er zin in, man. Nou, als ik jullie tactieken goed heb gevolgd, heb ik eigenlijk al een beetje een idee van wie er de volgende ronde uitgaat. Maar, wie weet worden we... Nee, niet vergeten, is vieze wereld, hebben. Precies, wie weet worden we verrast. Heren, verrast. Zijn jullie ready? Zeker. Gaan we beginnen in. Wat is de volledige naam van Chavante? Chavante Palm. Klopt. Wie is Ilias Vito zijn favoriete voetballer? Ronaldo. Nee. Ilias, wat is Chatmo zijn ultieme droomauto? Lamborghini Urus. Yes. Wat deed kleine John? Wat deed kleine John eerst, YouTube of muziek? Hij deed eerst YouTube. Klopt. Bank. Bank. Nou, Chavante, welke opleiding doet Dennis? Skip. Ilias, wat is Chavante zijn lievelingsgetal? 7. Nee. Charbon, bij hoeveel volgers kreeg Ilias zijn vinkje? Oh nee. 7 ton? Nee. Chavante, in welke sport zou Chatmo echt goed willen worden? Padel. Ja. Iles Vito. Vieto. Wat zou Charbon doen als hij geen TikToker was? Zaakwaarnemers zijn. Ja. Wat is Kleine John zijn duurste aankoop ooit? Zijn auto. Ja. Chavante, welke telefoon heeft Dennis? iPhone 14. Nee. Ilias, op welke positie speelde Chavante toen hij voetbalde? Rechtsbuiten. Yes. Charbon, wat is Ilias Vito zijn schoenmaat? 44,5. 44. Ja. Chavante, hoeveel sneakers heeft Kleine John? Fuck, dit is een stalker vraag. Hoeveel sneakers heeft hij? Het is het 5 naar 18. 19. Fout, het is 20. Ilias, wat is... Sinds wanneer doet Charbon TikTok? Sinds welk jaar? 2020. Is het niet 21? Nee, het is 2020. Als hij zegt 21, dan weet hij zijn eigen ding niet. Oké, klopt. Charbon, wat voor eten eet Kleine John graag van zijn afkomst? Injera. Klopt. Chavante, wat voor niveau deed Ilias Vito in de eerste klas? MAVO. Ja, we gaan het goed rekenen. Ilias Vito, wat is de bijnaam van Chavante's vader? Chamon Loco. Bank. Het Bank, is... Bank! Nee, dat kan ik niet. Kan gewonnen, man. Heren, shout-out naar ronde 4. Dat is best wel veel. Heren, het zal geen verrassing zijn. Dit was de slechtste ronde qua geld in de pot. Klopt. Het is namelijk €40 geworden. Ja. Chavante heeft heel vaak gebankt, maar dat is heel vaak klopt. Te laat. Klopt. Ik wil... The weakest friend far. Was deze ronde. Ook... Geen verrassing, ja. Chavante. Geen verrassing. Ja, geen verrassing, zeker. Ja, echt slecht. Ja, je hebt meerdere rondes, was je helaas. Ja, weet je wat eerst kijk, moet ik. Oh, nu wil ik wel iets zeggen eigenlijk daarover. Vertel. Weet je wat het is? Dit zijn twee gebroeders. Je hebt nog Kleine John en Chatmo daar samen. Klopt. Je weet gewoon, zij laat komen. Klopt, weet, ik ben gewoon eigenlijk zijn buitenstaander. Ja. Weet, hij vroeg jou ik heb... 19 een paar schoenen van Kleine John, niet van ons. Bro. Dat is jouw mattie toch? Maar nee, het is niet erg. Het is niet erg, Saf. Ik ben gewoon een... Het was gewoon leuk. Een side character. Ja, dat ben je gewoon. Snap je? Ja. Nee. Ga ik verder? I'm sorry. De beste deze ronde waren de gebroeders, Ilias Vito en Charbon. Allebei 5 goed. 5 goed, maar €40. Ja, allebei. Dramatisch. Ja, dramatisch. Weet je wel, hij is de tekst tussen. En volgens mij hebben ze ooit wel... iets dubbel gepakt. Hebben ze ooit 20 punten gepakt? Volgens mij nog nooit, hè? Oh, 2 keer. Oké, nou. Mooi, netjes. Jullie hebben nooit €40 gepakt. Klopt. Of iets daarboven, helaas niet. Charbon, ja. Hoe ga jij stemmen?
Heb jij een Ja, ik stem gewoon unaniem. Ik ga, ik ga er niet veel verder op in. Want ik zie dat je aan het graven bent. Daar hou ik niet van. Je bent op zoek naar een antwoord dat je niet krijgt. Ja, ja, ja. Zet het op een shirt. Ja. Ik schat. Ilias, is voor jou ook duidelijk op wie je gaat stemmen? Ja, ligt eraan. Kijk, ik heb al een beetje een zicht. Alleen hij kan me verleiden met een dansie. Hij kan me verleiden met een dansie. Ik weet niet. Ja, misschien weet hij niet dat hij die hij is. Dan moet gewoon allebei een dansie. Nou, boys. Ik wil gewoon even een Gan Lin kijken. Ah, ik laat hem voor de verjaardag. Oké, okay, Fante, ga jij nog iets in een liedje zingen? Nee, zit er niet in. We gaan niet snadden. Ik zeg al, sinds het begin, deze hele show is van mijn vader, je weet toch, dus het komt allemaal goed. Jammer. Oké, dan ben ik benieuwd of je de volgende ronde gaat overleven, want we gaan stemmen. Schrijf de naam gerust op. De laatste ronde voor de finale. In totaal is er uit mijn hoofd 210 euro verzameld. Dat is wel een lekker bedrag, joh. 210. Ik kan wel lekker mee uit eten. Ja, 210. Ja, ik ook. Dus 210 euro verzameld, daar kan je wel wat mee doen. Dus één trainingspak. We gaan hem delen. Iedereen krijgt hem één week. Heren, hebben jullie gestemd? Yes. Oké. Makkelijke stem. Dan wil ik de borden zien. Het zal geen verrassing zijn. In 3, 2, 1. Oeh, Ilias Pito. Ilias, ik zie aan je blik dat je dit niet aan zag komen. Jawel, ik zag het wel aankomen. Wel. Ja, ja. Ik zag het aankomen toen hij zei van ik ga unaniem beslissen. Toen hij zei van ik ga die dansie niet gooien. Toen wist ik van hé, hey, dat is niet zijn normale gedrag. Maar dan maak ik normale gedrag? Wil je zeggen dat ik corrupt ben? Nee, hij is slim. Hij is slim. Dat is vies. Ik geef hem ook een applaus. Hij is heel slim. Waarom? Hij weet in de finale, hij zou niet halen tegen mij. Dus hij moest hem, weet je toch, meenemen uit de finale. Daarom geef je de handen. Dat zeggen verliezers altijd. Ja. Jongens, ik wil nog maar een applaus. Woe! Kom eens aan! Maar mij niet doen, maar je doet voor de weg, hè? Oké. Okay. Charbon Chavante, jullie zitten in de finale van The Weakest Friend. Woe! Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik dit van tevoren niet helemaal aan had zien komen. Ja. Ik dacht dat de gebroeders in de finale zouden komen. Je moet ook niks verwachten, toch? Dat zeggen ze, hé, je zegt je pa heeft dit, hè? Dus, ja. Je hebt John de Mol, Antilliaanse versie. En hoe heet hij? Nou, niet van de TV, weet op die mout gezocht en zo. Oké, in ieder geval, heren, jullie zitten in de finale. Yes. En de finale gaat als volgt. Yes. Het zijn open vragen. Yes. En jullie schrijven het antwoord op. En degene die het dichtstbij zit, heeft het antwoord goed. Duidelijke taal. Heel duidelijk. Vamos. Okay. Hebben jullie een tactiek voor de finale? Heb jij een tactiek voor de finale? Nee, ik ga gewoon mijn best doen en niet vals spelen. Vind ik heel verdacht. Oké. Okay. Ja. Chavante, heb jij een tactiek? Nee. Nou, ik wens jou succes. Ik heb er zin in, man. Hey, we gaan beginnen. Succes. Vraag 1. Hoeveel abonnees heeft Laatkomers op dit moment? Ja. Hoeveel abonnees heeft Laatkomers op dit moment? Wie het dichtst bij het juiste antwoord zit, die heeft het goed. Hoeveel abonnees heeft Laatkomers op dit moment? Heren, jullie antwoorden zijn duidelijk? Ja. Yes. Okay, dan mogen jullie omdraaien in 3, 2, 1, go. Oeh. Ja. Chabon heeft 71.000, Chavante heeft 60.000. Het juiste antwoord is 71.826. Maar ik zeg eerlijk, dit is niet eerlijk dit, man. Applaus! We gaan door naar vraag 2. Chavante, doe je best. Hoeveel views heeft de best bekeken video van Chadmon? Oh, show de mythe, hoeveel views heeft de best bekeken video van Chadmon? En nogmaals, wie er het dichtst bij zit, oei, heeft... Hoeveel views heeft de best bekeken video van Chadmon? Ja? Oké. Okay. Nu mogen we het antwoord omdraaien in
3, 2, 1. Oeh. Charbon zegt 500k. En Chavante zegt 560k. Het zit heel dicht bij elkaar. Shit, man. Jullie zitten heel dicht bij elkaar. Want het antwoord is wel een stuk verder weg. Het juiste antwoord is 1,3 miljoen views. Dus dat betekent dat Chavante het juiste antwoord heeft gegeven, in ieder geval dichterbij zit. Heren, we gaan naar de laatste vraag. Het is spannend, het staat 1-1. En er kan maar één de winnaar zijn. Eén de winnaar. Ja. Eén wordt de best friend. Dat klopt, goeie fout antwoord. 210 euro. Ja, goeie fout antwoord. Voordat we naar die laatste vraag gaan, wat zou jij met die 210 euro doen, Chabon? Ik zou, als eerste zou ik met mijn matties, zou ik patatjes halen, chillen. Een beetje energiedrank, chips. En dan misschien voor iedereen gewoon een bioskaartje betalen. En de rest gewoon sparen. Is er een rest met al deze uitgaven? Misschien 15 euro of zo sparen. Oké, sterk. Rente, je weet toch per... Ja. Chavante, wat zou jij met die 210 euro doen? Mijn vader terugbetalen wat ik hem hier heb gegeven, toch? Je blijft wel met je vader bezig. Vaag figuur. Oké, nou duidelijk. Je hebt je vader terugbetalen, dat is helemaal oké. Okay. De laatste vraag, heren. Give it up! Woo! Deze is voor jullie, hè? De laatste vraag is... Wanneer is Kleine John zijn eerste video geüpload? Welke datum specifiek? Wanneer is Kleine John zijn eerste video geüpload? Je zou denken dat Chavante wellicht voordeel heeft. Maar misschien ook helemaal niet. Wanneer is Kleine John zijn eerste video geüpload? Hou in gedachten die 210 euro, jongens. 210 euro's. Ready? Oké, heren. Jullie laatste finale antwoord voor die 210 euro. Jullie mogen omdraaien in 3, 2, 1. Oeh. Goodness, man. Wat doe ik allemaal, broer? Oké. Okay. Chabon heeft 11 november 2019. Chavante heeft augustus 2017. Je lijkt heel zeker van je zaak, Chavante. Hoe kom je daarbij? Ik ben niet zeker van mijn zaak, maar ik doe gewoon een gok. Ik weet gewoon dat het als volgt. Volgens mij was het op Kwaku. Was Kwaku en ik was nog in die vlog, zeg maar. Ik kwam hem daar nog tegen. Maar ik zit even te denken, oh, ik wil veranderen. Kan niet. Nee, kan niet. Dat, nou, wat zou je het veranderen? Ik zou het veranderen in 2018. Wanneer? Okay. Zomer? Augustus 2018. Ja, man. Oké, okay. Is goed. Kan ik niet veranderen? Nee, kan niet. Waarom? Kan niet. Waarom omdat niet veranderen? Het erop geschreven, we hebben... Maar hij staat gewoon 18, hè? Nee, hij staat 17. 18, bro. Staat 17. 17, man. 18. Staat 17. Hij wil vals spelen. In ieder geval... Scheids, wat is dit? We gaan beginnen. Luister. Hij zegt november 19. Jij zegt augustus 17. Beste mensen. Het juiste antwoord. Wanneer heeft Kleine John zijn eerste video geüpload is... Tromgeroffel. Oh. 15 november 2018 en dat betekent dat Chavon is... Ik zet mijn bril op, hoor. Charbon, de eerste editie van The Weakest Friend. Je bent uiteraard de winnaar gewonnen en dat maakt jou de best friend. Dennis was The Weakest Friend. Hoe voelt dit? Had je verwacht dat je dit zou winnen? Ja, bijna voor de... Oké. Hey, sorry, één momentje, jongens. Tel even tot 10. 1, 2, 3. Bijna woorden zeggen veel woorden zeggen weinig. Ik Charbon. Zet het op mijn shirt. Ik heb niet veel te zeggen. Ik heb mijn ding gedaan. Ik ben sowieso niet weak, altijd krachtig. Ik Charbon.
Charbon, de winnaar van de eerste editie van The Weakest Friend. €210 in de pocket. Ja. Heel veel bioscoopkaartjes, heel veel snoep, heel veel popcorn. Dat klopt. Heb je nog een afsluitend woord voor de kijkers? Ja, ik heb zeker een afsluitend woord. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegedaan. Dennis, Chatmo, Kleine John, jij Fano. Dankjewel, Shaf, Ilias. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken, mensen. 7000 likes zou echt top zijn, je weet toch? Zou echt, echt top zijn. Dus kunnen jullie alsjeblieft liken, abonneren. Een belletje ook aanzetten alsjeblieft. En een comment achterlaten. Amen is niet corrupt. Dankjewel, mensen. Ciao.